Welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Erik Vervuren. En de wereld ziet er gelukkig weer een stukje positiever en rooskleuriger uit. In ieder geval bij Canon. Want de specificaties van de Canon EOS R5 zijn bekend. Lang niet allemaal. Ze doen het elke keer stapje bij beetje. En wat we nu weten is echt al te krankzinnig voor woorden. En daarom heb ik ook gekozen om in ieder geval deze video te maken en met jullie te delen. Om, nou ja, in ieder geval die specificaties nog een keertje door te nemen. En ja, mijn mening daarop los te laten. En wat ik ook nog wel verwacht wat er gaat gebeuren op het moment dat die camera gelanceerd wordt. Ik vergelijk hem ook nog even met wat andere camera's. En ja, ik ga jullie natuurlijk vertellen of ik de overstap nu eindelijk ga maken naar volledig mirrorless. Dus laten we lekker aan de gang gaan. Voor degenen die de specificaties nog niet gehoord of gezien hebben, ga ik nog even een paar kort doorheen lopen en daarna gaan we er echt lekker diep op in. Als we beginnen bij de videomogelijkheden. Intern 8K RAW tot 30 frames per seconde. Alleen dat al was al eentje die ik echt gewoon niet zag aankomen. Persoonlijk moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb zelf nog nooit de behoefte of in ieder geval vragen gehad naar 8K materiaal. Maar goed, misschien is dit dan de stap om dan inderdaad te zorgen dat je bijvoorbeeld wel met de 8K camera weer een nog betere 4K workflow kan maken. Het mooie is dat hij dan ook nog eens een keer in twee verschillende smaken komt. Je hebt dus echt die 8K intern RAW tot 30 frames per seconde met behoud van de autofocus, met behoud van de volledig gebruik van je full-frame sensor. En daarnaast heb je dan ook nog eens een keer gewoon een normale versie, dus niet RAW, in H265, 422, 10-bit door middel van Canon LOG. Die H265 die kennen we enigszins, want dat is dezelfde codec als die waarschijnlijk in de Canon 1DX Mark III zit. Die heb ik een paar keer mogen gebruiken en daar was ik in ieder geval heel erg van onder de indruk. En dat is ook de camera waar ik nog wel een paar keer op terug ga komen in deze video. Intern 4K tot maximaal 120 frames per seconde. Wederom ook met het volledig behoud van de full-frame sensor, dus geen crop. Het is de eerste Canon camera die volgens mij op deze manier helemaal alles kan zonder een concessie te doen wat betreft de sensor. Ook in 422 10-bit H265. En ook in elke framerate, en of dat nou dus in 25 of 30, 60 frames per seconde of dus zelfs die 120 frames per seconde, behoudt hij de autofocus. Het is echt samen met die 8K en die 4K, het is gewoon krankzinnig om te bedenken dat dit nu allemaal gewoon in één keer mogelijk is in een enkele camera, zonder een concessie te doen. Extern kan hij dan maximaal opnemen in 4K tot 60 frames per seconde. Maar dat heeft niet zozeer denk ik de beperking van de camera, maar eerder van de HDMI-kabel of natuurlijk de externe recorders. Nou ja, vind ik wat minder erg. Wat betreft de fotografiemogelijkheden weten we dat die 20 frames per seconde met een elektronische sluiter kan fotograferen en 12 frames per seconde met een mechanische sluiter. Nou ja, meer dan voldoende natuurlijk. Daarbij komt ook nog eens een keer de vijfassige in-body stabilisatie. Het is ook wederom de eerste Canon camera die eindelijk die stabilisatievorm gaat krijgen. Daar kom ik zo meteen nog wel even op terug, want ik verwacht dat daar nog wel een addertje onder het gras zit. Animal IAF is ook nog eens een keer inbegrepen bij de R5. We kennen natuurlijk al een normale IAF, net zoals nu. Dit film ik ook met de EOS R. En dan kan hij heel makkelijk natuurlijk een oog herkennen en daarop scherp stellen. Dat kan je dus straks ook met dieren. En dan in eerste instantie met vogels, honden en katten. Vermoedelijk zal die door middel van een firmware update daarna veel meer uitgebreid worden, waardoor je meerdere diersoorten makkelijker kan fotograferen. Ik heb al eerder een video gemaakt met een Sony A9 en Animal IAF met onze eigen hond. Als je die wil zien, moet je maar even op drukken. Maar in ieder geval heel fijn dat dat dus ook meegenomen is in deze camera. De grootste klacht natuurlijk die de meeste mensen hadden bij de lancering van de EOS R was dat er maar één kaartslot in zit, een SD-kaartslot. Bij de R5 hebben ze daar heel duidelijk naar geluisterd, want er zitten er twee in. Een CF Express en een SD-kaartslot. Die CF Express is iets heel anders dan de CFast die je misschien kent, bijvoorbeeld uit een 5D4. Dat moet natuurlijk ook wel, omdat je die 8K RAW intern heel snel moet wegschrijven. Die CF Express zijn dezelfde kaarten als bijvoorbeeld ook wederom weer die in die Canon 1DX Mark III zitten. Daar zitten er maar liefst twee in. En om je even een idee te geven hoe dat er straks ongeveer gaat uitzien, 1DX Mark III die kan in 5,5K RAW filmen.
Als je daar een 128 gig CF Express kaartje in doet, dan kan je nog net iets meer dan 5 minuten in 5.5K RAW filmen. Bedenk dus even, als je datzelfde kaartje dan straks in je EOS R5 doet en dan 8K RAW gaat filmen, dat je misschien 2 minuten kan opnemen op een kaartje van 128 gig. Daarbij is het ook nog eens een keer zo dat die kaartjes momenteel nog bijzonder duur zijn. Als je de 512 SanDisk CF Express neemt, kost het je dat 669 euro. Hopelijk is het zo, net zoals met SD en CF, waren ook altijd veel duurder. Die zijn ook allemaal in prijs gezakt, omdat er inmiddels meer aanbieders en meer wens natuurlijk is. Hopelijk gaat dat ook zo zijn met die CF Express kaarten. Er is nog één dingetje wat ik aan de body even wil behandelen, en dat is de joystick die achterop de body zit. Dat is weer een conventionele joystick die op een hele fijne plek zit, waardoor je dus je focuspunten kan veranderen. En dat is best wel bijzonder dat ze daarvoor gekozen hebben, omdat de EOS R die heeft natuurlijk zo'n gekke slide, swipe, druk, moeilijk dingetje waar eigenlijk niemand blij van werd. En de 1DX Mark III die heeft een soort van betere versie daarvan. Die heeft wel echt een joystickje, maar die reageert ook weer door middel van touch. En bij die R5 hebben ze toch gekozen voor een conventionele joystick. Daar ben ik in ieder geval heel erg blij mee. En ik zei het al, als we teruggaan naar die videospecificaties, je kan dus in 4K 120 frames per seconde. En zelfs die is dus in 422 10-bit H265. Alleen dat al, zelfs die slow motion nog eens een keer in de allerbeste kwaliteit in elkaar weten te krijgen in die camera, is gewoon echt onvoorstelbaar. Al was het alleen maar met de 25 en de 50 frames per seconde, dan had ik al, weet je, dan was ik al helemaal blij. En dat dan die 120 frames per seconde in een 4208 bit was, weet je, dan was ik al helemaal happy. En dan had ik die camera eigenlijk al gekocht. Maar het feit dat ze zelfs dit nog voor elkaar hebben weten te krijgen, is echt, nou ja, ik snap niet waarom ze nu in één keer wel doen. Canon is best wel een conservatief merk. Ze hebben er altijd wel voor gezorgd dat de ene camera niet een andere camera kan beschadigen door bijvoorbeeld te veel specificaties op het een uit te rusten of te snel ook op een ander. Terwijl als je nu dus deze specificaties alleen nog gaat bekijken of vergelijken eigenlijk met de Canon 1DX Mark III, is de R5 in vele opzichten vele malen beter. De 1DX Mark III kan bijvoorbeeld maar in 4K tot 30 frames per seconde filmen met autofocus. Je kan wel 50 of 60 frames per seconde kiezen, maar dan zit je altijd met een handmatige scherpstelling. En nu is het dus zo dat je dus in 4K met die R5 gewoon dus tot 120 frames per seconde je autofocus behoudt. En dan ook nog eens een keer in 8K tot 30 frames per seconde ook die autofocus behoudt. Heel erg bijzonder dat het kan, maar gelijktijdig, ja, de 1DX Mark III is pas een paar maanden op de markt. Ik zou zelf niet zo goed weten waarom mensen eventueel nog geïnteresseerd zouden zijn in die camera. Los van bijvoorbeeld echt de weather sealing, hè, dat het echt een hele robuuste, stevige camera is die tegen een stootje kan. Die 1DX heeft bijvoorbeeld ook nog eens een Ethernet-poort en al dat soort zaken. Maar verder, als we puur kijken naar de interne mogelijkheden, gaat de R5 echt ver over die 1DX heen. Dus nou ja, we gaan het zien hoe dat zich in de praktijk gaat verhouden. We weten alleen niet in welke vorm de resoluties en framerates weggeschreven worden naar welke kaart. Dat die 8K natuurlijk weggeschreven wordt naar die CF Express, dat lijkt me logisch. Maar ik hoop stiekem dat bijvoorbeeld ook die 4K H265 eventueel weggeschreven kan worden naar die SD-kaart, zodat je ook de wat minder eisende, de minder vereisende producties wat makkelijker kan doen op zo'n SD-kaart in plaats van gelijk 2-3 van dat soort CF Express kaart kopen. Maar goed, dat terzijde. Als ik dan mijn persoonlijke vermoedens nog een beetje moet uitspreken, dan alles lijkt een beetje te mooi om waar te zijn. En je moet ook altijd proberen, zeg maar, ze zeggen nooit wat hij niet doet. Ze zeggen natuurlijk altijd alleen wat hij wel heel goed doet. En ik denk dat er een hele kleine krop ontstaat op het moment dat je die stabilisatie gaat gebruiken. Dat kan haast niet anders. Stel dat je die 8K wilt gebruiken, 30 frames per seconde volledig en RAW, dan lijkt het mij niet zo
los van de stabilisatie en eventueel een RF-lens, dat je ook een gestabiliseerde sensor kan gebruiken. Ik denk dat dan bijvoorbeeld wordt gezegd van oké, 8K RAW kan je niet de stabilisatie gebruiken, maar misschien wel in de 4K modus. En dat hij dan een heel klein stukje opoffert van die sensor om te zorgen dat je gestabiliseerd kan draaien. Als we dan vervolgens even doorgaan, dan ben ik heel erg benieuwd naar de opnamelimiet van de RAW mogelijkheden. Ik zei het al, stel dat je überhaupt een 512 gig kaartje daarin weet te krijgen. En vraag ik me af of je daadwerkelijk hem helemaal vol kan schrijven in één keer zonder dat de camera de opname een keer gaat afbreken. Stel dat er bijvoorbeeld een limiet op zit van, ik noem maar wat, 2 minuten. De reden waarom ik dat zeg is omdat er totaal geen enkele vorm van ventilatie lijkt te zijn op die camera. Het is gewoon een EOS R, maar dan net wat anders ingericht en ontworpen. Ik heb hier bijvoorbeeld mijn C200, die kan ook 4K RAW filmen. En omdat het een cinemacamera is en waarschijnlijk dus, hebben ze ooit gezegd, omdat hij dus hitte genereert vanwege die RAW, zitten zowel aan de rechterzijkant als aan de linkerkant echt wat ventilatieroosters, waardoor hij op het moment dat hij niet aan het draaien is, is hij echt enorm veel aan het koelen. En dat is dus niet het geval bij die R5. Dus dan ga je bijna vragen, hoe kan je nou in hemelsnaam 8K, dus een keer dubbele wat deze camera doet, RAW wegschrijven over een interne CF Express kaart zonder dat daar enige vorm van koeling of ventilatie is. Kijk bijvoorbeeld naar alle RED camera's. Er zitten ook altijd 2 van die vennetjes bovenop om te zorgen dat de koeling naar die camera of in ieder geval intern gaat. Dus ja, daar ben ik nog wel enigszins benieuwd naar wat voor limiet er eventueel op die 8K gaat zitten. Als we dan nog gaan kijken naar de tijdslimiet wat je kan opnemen, zal dat echt ongetwijfeld de 29 minuten en 59 seconden zijn. En dat is niet iets waar Canon echt iets aan kan doen, maar dat zit er meer in de wetgeving eigenlijk, waardoor hoe die camera gepositioneerd wordt en verkocht wordt als zijnde een mirrorless camera en dus niet een cinema camera of iets anders, moet die dus bepaalde restricties hebben en zal je dus waarschijnlijk met de R5 niet langer aan één stuk door kunnen opnemen voor 29 minuten en 59 seconden. Ik vermoed ook dat de slow motion gepaard gaat zonder audio. Dat is iets heel erg des Canons dat alle camera's in het verleden hebben gehad. Op het moment dat je in de 100 frames per seconde of in dit geval dan in de 120 frames per seconde modus gaat schieten, draait hij hem in de camera automatisch om real-time. Dus dan op het moment dat je hem terugspeelt, dan zie je alles in slow motion. En dat betekent dus dat je geen audio kan hebben. Wat ik persoonlijk heel erg hoop is dat de EOS R5 geen vertraging heeft in de viewfinder. Bij de EOS R is het zo dat op het moment dat je meerdere frames per seconde gaat schieten, echt door de viewfinder heen, dan heb je toch nog een soort van blackout. Het lijkt zo alsof dat niet zo is, maar dat komt omdat je echt naar een afdruk van je foto zit te kijken en niet opnieuw naar je compositie. En dat maakt het bij het volgen van onderwerpen bijzonder lastig. Daarbij is het natuurlijk zo dat die EOS R niet heel best is in het volgen juist van je onderwerpen met meerdere frames per seconde. Want in iServo hoogsnelheidmodus kan je maximaal uit mijn hoofd voor mij rond de 3 frames per seconde schieten. En dat is natuurlijk echt bizar weinig. Nou zit die R5 ergens tussen de 12 en de 20, afhankelijk van de sluiter die je op dat moment kiest. Dus ik vermoed in ieder geval dat die viewfinder er een stuk beter mee zal omgaan. Dus ook wat betreft de hoeveelheid frames per seconde die je kan schieten met autofocus zal hopelijk ook een stuk hoger liggen dan hetgeen wat we nu gewend zijn. En als we dan gaan kijken naar de prijs, die is ook nog niet echt bekend. De resolutie trouwens ook niet, maar als je een beetje gaat rekenen wat je nodig hebt voor een 8K sensor, of in ieder geval voor het maken van 8K video, zal waarschijnlijk de megapixels count ergens rond de 45 gaan liggen. De prijs denk ik zelf ergens rond de 4300. Dat komt omdat eigenlijk elke 5D, of nou de 5D2, de 5D3, de 5D4, die heeft altijd net even ergens boven de 4000 euro gezeten. De R5 is een soort van de spiegelloze 5D. En omdat die toch nog een soort van anders is dan die 1DX Mark III, denk ik dat die daar ook nog wel onder zal zitten. Dus ik vermoed ergens dan tussen de 4300 en ongeveer 4600.
En dan komen natuurlijk nog eens een keer je geheugenkaartjes en je extra batterijen en noem het er allemaal maar bij. Of ik dan ga overstappen van de EOS R, de 5T4 en de C200 naar die R5. Dat mag denk ik wel heel erg duidelijk zijn. Ik zit gewoon nog te wachten dat er iets is dat we denken, jammer. Vervelend. Want alles wat je nu al hoort en dat bevestigt is dat er gebeurt. Dat je echt denkt, hoe kan het zijn dat ze zo lang gewacht hebben. Of dat ze echt hebben gedacht, oké, nu gaan we gewoon echt volledig in de aanval. En elke persoon die ooit is overgestapt van een Canon naar een ander merk gaat nu denk ik wel heel erg spijt hebben. En terug overstappen naar waarschijnlijk Canon als dit inderdaad allemaal blijkt te kloppen. En er echt zo weinig concessies gedaan hoeven te worden. Ja, dan lijkt het me duidelijk dat ik precies hetzelfde ga doen. Ik bedoel, ik heb al een bepaalde Canon camera's, maar die 8K is niet iets wat ik echt 1, 2, 3 nodig heb. Maar verder, al die 4K eigenschappen, ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ik het verder niet zou doen. Los van deze tijd dat het niet heel verstandig is om in één keer zo'n klap geld aan een camera uit te geven. En dat je beter wat verstandiger en rustig aan moet doen. Is dit wel echt naar mijn idee de droomcamera. Waardoor je echt een perfecte mix kan maken tussen fotografie en video. Heel erg bedankt voor het kijken van deze video. Ram even op die abonneerknop als je dat nog niet gedaan hebt. Druk even die blauwe duim omhoog. En ik zie je heel graag weer in de volgende video. Doei! Wat een ding zeg, wat een ding.